Ja, en ook de Harley Davidson zijn vandaag vertegenwoordigd in Kampen, hè? Want een hele grote groep, waar komt u vandaan? Slagharen. Slagharen. En door zo'n speciaal dagje naar Kampen toe? Ja, speciaal voor Harley-dag, hè? Zeker. Ik vind het een prachtige motor, hoor, dat moet ik eerlijk wezen. Maar wat verschilt dat nou met andere motoren? Oh, hier, dit is, springt toch wel uit, hè? Zo'n Harley. Maar andere motoren zijn ook leuk, hoor. Mike, vandaag Hells Angels open dag. Hoe is dat vandaag? Gezellig, druk, mooi weer. Veel mensen. Ja, goede sfeer dus. Leuk toch? Want jullie houden dat elk jaar, hè? Ja, dit is een jaarlijks terugkerend iets. En dit jaar hebben we gelukkig na vele jaren weer mooi weer. Nou, dan kun je gelijk merken dat het heel druk is. Hopen Amerikaanse auto's. Motoren, van alles wat, hoop kramen, hoop fun voor de kids. En ik zag dus echt motorrijders vanuit heel Nederland. Ja, Nederland, Duitsland, België. Want, hoe groot is jullie vereniging zelf? Groot zat. Moet ik dan denken aan 100? Oh, we hebben er wel meer. En voor Kampen is dat toch uniek, hè? Want jullie hebben hier een, in feite een mooie locatie. Ja, we zitten hier pal aan de IJssel en in goed overleg met de gemeente en lokale politie zetten we dit op. En zoals je ziet, alles gaat goed en het is gezellig. En er komt een hoop lokaal publiek zelf ook uit Kampen en omstreken, IJsselmuiden, Geenemuiden op af. En ja, het is eigenlijk een evenement voor jong en oud, voor iedereen is wat te doen. Het valt me dus op dat er dus ook gezinnen komen. Ik snap best, want iedereen heeft natuurlijk zoiets van, nou, daar wil ik wel eens even binnenkijken. En dat geeft toch een andere indruk waarschijnlijk. Ja, wat ze in de media altijd schrijven, is niet waar. Kijk, wij organiseren dit om te laten zien dat het ook van de andere kant kan. En dat we gewoon met z'n allen, ook niet-motorrijders, gezellig een feestje kunnen vieren. En het gaat er gewoon om hier. We hebben live muziek erbij, we hebben straks nog een DJ. Er is een hoop vertier voor de kids. We hebben rodeo's hier, we hebben springkussens. Een hoop snoepkramen, nou, dat is voor de kinderen altijd leuk. We hebben een soort braderie, marktkramen achter op allerlei gebieden. Dus je moet denken aan sieraden, maar ook motoronderdelen. Dus net wat ik zeg, voor elk wat wil ze. Hoe lang hebt u deze motor al? Van 98, kijk maar. Nee. En hij ziet er nog bijna uit als nieuw, hè? Ja, zeker. Onder ogen, hè. Wordt dat elke dag poetsen? Een paar keer in het jaar wordt wel helemaal poetsen en helemaal gewassen en zo. Maar betekent dat als er een evenement is dat u daar ook naartoe gaat altijd? Ja, zeker. Dan ga ik er ook altijd naartoe. Een hechte club, hè, die Harley Davidson jongens? Ja, zeker. Ja, wel leuk, hoor. En vandaag zit het erop, jullie gaan dan weer terug? We gaan weer terug naar Slagharen, ja. Nou, goede reis, hè? Dank u wel.